verantwoordelijkheidsvraagstukken doornemen. We beginnen met de eenvoudigste monohybride kruising, mono 1. We kijken naar één gen waarop twee verschillende allelen kunnen voorkomen. Grote A voor het dominante allel, kleine A voor het recessieve allel. Je ziet dat de oude generatie hier, die is heterozygoot, allebei diploïde organismen. Ze hebben allebei twee keer die A. Ze kunnen verschillende geslachtscellen maken of gameten, grote A of kleine A. En dan kunnen we een kruisingsschema maken waarin die beide voorkomen. En dan zie je dat er genotype en fenotype, dat we daar verschillende ratio's in terug kunnen vinden. En dat zie je ook vaak in vraagstukken voorkomen. We zien de fenotype ratio van 3 staat op 1, waar het dus wil zeggen dat voor iedere 3 nakomelingen met een grote A vind je maar 1 nakomeling met een kleine A. Soms hebben we te maken met letale factoren. Die letale factoren, dat betekent dat als je die, vaak het recessieve allel, als die tot expressie komt, dan is dat letaal, dodelijk. Dat komt natuurlijk in dit geval alleen maar tot expressie als je ze allebei hebt, dus twee keer. En dan valt die dus gewoon weg. Als die wegvalt, dan zie je dan verschuiven natuurlijk ook deze ratio naar een 2-1 verdeling. En dat genotype heb je ook een 2-1 verdeling. Dat is iets om te onthouden, want dat zie je af en toe terugkeren bij vraagstukken. Wat ook bij vraagstukken terugkomt, zijn familiestambomen. En je moet er goed op zoek gaan naar deze situatie waarin je twee ouders hebt die hetzelfde qua fenotype hebben, die een nakomeling produceren, die een ander fenotype hebben. Dan kan je concluderen dat het niet anders kan dan dat deze ouders allebei, net als in mijn voorbeeld hierboven, heterozygoot moeten zijn. En dat deze nakomeling homozygoot recessief is. Hieruit kunnen we concluderen dat zwart recessief is. En dan kan je vaak, naar aanleiding hiervan, kan je de rest van die stamboom kan je uitwerken. Goed, hebben we dat gehad? Gaan we kijken naar X-chromosomaal. Dus dat betekent dat een eigenschap die op het X-chromosoom zit, zoals je misschien weet, is dat vrouwen hebben twee X'en, mannen hebben een X en een Y. En er is maar heel weinig ruimte voor die Y op die Y. Y is een zeer klein chromosoom, dus daar staat heel vaak geen eigenschap op. In dit geval hebben we een vrouw die is heterozygoot, die heeft een grote A en een kleine A. En zo'n kleine A kan bijvoorbeeld iets zijn wat hemofilie is. Dat is een bloederziekte. Dat betekent dat je bloed niet stolt bij een wondje. Of een kleurenblindheid, dat is ook een X-chromosomale afwijking die recessief is. Dus zij is dus draagster, hè, of drager, en waarschijnlijk weet ze daar niks van, want er is niks aan de hand. Ze heeft namelijk een X met een grote A, dus zij kan kleuren zien, haar bloed stolt. En de manier waarmee ze nakomelingen gaat maken, die kan ook gewoon kleuren zien. We zien 4 verschillende gameten, of sekscellen, geslachtscellen. En ik heb ze hier weer in een kruisingsschema gezet. En dan zien we het volgende gebeuren. Dat we hebben natuurlijk weer, net als hiervoor, heb ik 4 hokjes. Maar 2 van die hokjes, dat zijn vrouwen, dat zijn meisjes geworden. En 2 van die hokjes zijn jongens. En wat zie je? Beide meisjes kunnen kleuren zien. Want ze hebben allebei hebben ze een grote A. Maar van de jongens kan maar de helft kleuren zien. En de vraagstelling, daar moet je vaak goed op letten. Ja, wat ze nou vragen? Vragen ze van alle nakomelingen wat het percentage is, of vragen ze van de jongens alleen? Of wat het percentage die kleurenzien of kleurenblindheid is? Goed, dat X-chromosomaal. Dat moet wel duidelijk zijn uit de vraagstelling, maar of we het over een geslachtsgebonden eigenschap hebben of niet. Gaan we naar codominant. Codominant is zeer sterk te vergelijken met de monohybride kruising. Alleen zijn allebei de allelen, de twee allelen, komen allebei tot expressie. Dus er is geen dominant of recessief allel. Ik heb hier een oude generatie, wat bijvoorbeeld met leeuwbekjes, een bepaalde plantensoort, het geval kan zijn. Die kunnen rode bloemen of die kunnen witte bloemen geven. En kijk naar de notatie. Ik heb een hoofdletter I met daarboven dus het allel staan. En die R en die W die zijn allebei hoofdletters of kleine letters. Dat maakt in dit geval natuurlijk helemaal niks uit. De gameten die je kunnen overbrengen is hier alleen IR en IW. En dat levert een F1 op, een eerste generatie nakomeling, die compleet roze bloemen heeft. Als we die planten met die roze bloemen met elkaar gaan kruisen, dan zien we dat er wel weer twee allelen kunnen, of twee gameten kunnen ontstaan. Ja, deze plant die kan zowel de IR als de IW naar de geslachtscellen sturen. Kunnen we ook weer een kruisingsschema maken. En je ziet dat ziet er inderdaad bijna identiek uit, behalve al die i'tjes. Je ziet hier één rode plant
ten opzichte van twee roze en weer één witte. Dus ik heb een fenotype ratio's van 1 staat op 2 staat op 1. En dat komt ook regelmatig terug bij vraagstukken. Kijk goed naar de notatie, ja, als het codominant is versus als het een monohybride kruising is. Dan multiple allelen, meerdere allelen. Nou, een voorbeeld daarvan is, wat is nou een gen wat niet een grote en een kleine A bijvoorbeeld heeft, maar wat een derde of misschien wel meer allelen voor dat ene gen heeft. Nou, een voorbeeld zijn bijvoorbeeld bloedgroepen. Ik heb hier de bloedgroepen op een rij gezet. Bloedgroep A, B, 0 en AB. En je ziet dat die bloedgroepen, die hetzelfde bloedgroep, kan je twee genotypes voor hebben. I, grote A en een kleine I. Dat betekent dat die I met die grote A tot expressie komt en die kleine I die is recessief ten opzichte van een hoofdletter I. Maar ook als je ze allebei, IA, IA, hebt, ja, dan heb je bloedgroep A. Hetzelfde geldt voor bloedgroep B natuurlijk, maar dan met de letter B. Als je twee keer een kleine I hebt, dan heb je dus geen A, je hebt geen B, dus heb je bloedgroep 0, in de volksmond ook wel O genoemd. En als je ze allebei hebt, IA en IB, dan ben je AB. Gaan we nou een kruisingsschema maken van een persoon die IA kleine I is, dus bloedgroep A, of IB I, kleine I. Dan kunnen die vier verschillende gameten maken. Heb ik hier ook weer in een kruisingsschema gezet. En dan zie je dat het in dat kruisingsschema dat alle vier de bloedgroepen kunnen voorkomen. Dan de kans erop is 25%. Hiermee kan je dus hele leuke vraagstukken doen. Ja, kan iemand met bloedgroep 0 voorkomen uit deze kruising? En dan moet jij dus, laten zien dat dat kan en wat vaak het percentage is. Dan gaan we hier naar de ene laatste, de dihybride kruising gaan we kijken. Dat is een kruising waar we niet naar één, maar naar twee eigenschappen kijken. En die eigenschappen liggen op verschillende chromosomen, dus die onafhankelijk van elkaar erven die over. Ik heb hier drie generaties en oude generaties die voor beide eigenschappen het dominante allel homozygoot bezit. En een ouder die dat die het ook homozygoot heeft, maar dan het recessieve allel. Die kunnen allebei maar één soort gameet maken, namelijk een grote A en een grote B, en een kleine B, een kleine A en een kleine B. En de F1, de eerste generatie nakomelingen, zijn allemaal, wat deze twee genen betreft, zijn die identiek. Het is belangrijk dat je goed doorhebt dat al bij een dihybride kruising, dat het niet mag gebeuren dat je twee A's doorstuurt naar een gameet. Want dan mis je dus erfelijke eigenschappen. Van iedere letter moet er wel één door naar een gameet of een geslachtscel. Als we deze nou weer met elkaar gaan kruisen, dan zie je al wel, dan kan de grote A met de grote B, de grote A met de kleine B. Hebben we vier mogelijkheden voor gameten. Dat geldt voor de ene ouder, maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere ouder. Dus we kunnen hier een fantastische matrix maken waarin 4×4 mogelijkheden zijn. Dus hebben we 16 vakjes te vullen. Dat heb ik niet gedaan, maar wat je wel ziet is dat ik ze heb ingekleurd. En wat we terugzien is dat het fenotype is 9331. Dus 9 van deze nakomelingen, tweede generatie nakomelingen, die hebben zowel een grote A als tenminste één grote B. 3 exemplaren van de 16, die hebben tenminste een grote A, één grote A en geen grote B. Dus alleen maar kleine B's. Bij die andere 3 is het andersom. Geen grote A's, wel een grote B of misschien 2. En bij die laatste, dat is deze, die is dus net als deze in de oude generatie, is die twee kleine A's en twee kleine B's. Hier wordt het al een stuk complexer. Er zijn ook snellere wegen om dit soort dingen te berekenen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je eerst dit kan voordat je die volgende stap zet. Die volgende stap staat vaak gewoon in je bioboek. Dan de laatste die we gaan bespreken, dat is gekoppelde overerving. Dat is net iets complexer, maar uiteindelijk zal je zien, wordt het leven wat eenvoudiger. Het is complexer, want het is weer een extra kruising. Je ziet hier twee chromosomen, dat moeten die stokjes zijn. En op die twee chromosomen staan twee eigenschappen A en B. En die staan dus op hetzelfde chromosoom. En dat is iets anders wat we net hebben besproken. De oude generatie, die heeft een genotype. Grote A, kleine B, grote A, kleine B. En kleine A, grote B, kleine A, grote B. Nou, hoe ziet dat eruit?
op die chromosomen staat dus op één chromosoom staat een grote A en een kleine B. En daarom heb ik ze hier naast elkaar gezet. Daarom noteer ik ze niet zo, zoals bij die dihybride kruising. Hiermee laat ik zien, die grote A en die kleine B, die horen bij elkaar. En die horen bij elkaar, die zitten op hetzelfde chromosoom. Dit ook voor de andere ouder. En je ziet één van deze twee, die wordt doorgestuurd naar een gameet. Ik heb de stap een keer overgeslagen. En dit produceert de F1. He, en de F1 heeft dus een grote A en een kleine B op een chromosoom zitten die van de ene ouder heeft gekregen. En een kleine A en een grote B die van de andere ouder heeft gekregen. Als je hiermee gaat kruisen, ja, dan zie je dat er zijn maar twee verschillende mogelijkheden om gemeten te maken. Dat geldt natuurlijk ook als je een zelfbestuiving of zoiets gaat doen. Dus in plaats van dat we weer een matrix van 4x4 zouden krijgen, krijgen we maar 2x2. Dus minder mogelijkheden. En dat is natuurlijk heel fijn. Denk echter wel aan de notatie. Want het is voor mij als docent heel belangrijk om te zien dat jij doorhebt dat deze kruising dat die gekoppeld is. En dat dat bij deze niet zo is. Dat die dus op andere chromosomen zitten. Goed, dit was een sneltreinvaart. Volgens mij alle mogelijkheden die je op het VWO hoeft te weten qua kruisingen. Het is niet zo complex als dat het misschien lijkt. Het is wel even oefenen. Het lijkt soms dat biologie een beetje wiskunde is en met dit is dat misschien ook zo. Hè? Je moet gewoon even oefenen, maak wat opgaven. Er staan genoeg op bijvoorbeeld biologiepagina.nl. Daar kan je allerlei opgaven vinden. Werk door totdat je zelf door hebt van ik snap het. Heel veel succes.